أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين قال الله الحكيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. In het zevende vers van Surah Al-Bayyinah zegt Allah subhanahu wa ta'ala: voorwaar degenen die geloven en goede daden verrichten, zij zijn de beste schepselen. Zij zijn de beste onder de schepselen van Allah. Jalal ad-Din Suyuti, een welbekende Egyptische geleerde uit de 15e eeuw, heeft in zijn boek Ad-Durr al-Manthur een aantal overleveringen onder deze ayah genoteerd. Goed, het boek Ad-Durr al-Manthur is een boek dat geschreven is in tafsir, die compleet is gebaseerd op overleveringen die uitleg geven en verklaring geven over Koranverzen. Onder deze ayah Inna alladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khayrul bariyah, zij zijn de beste schepselen, heeft hij een aantal overleveringen genoteerd, waarvan één als volgt luidt. Hij zegt: Lamma nazalat inna alladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khayrul bariyah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Ali. Toen deze ayah werd neergezonden aan de profeet, zei de profeet tegen Imam Ali alayhi salam het volgende: Huwa anta wa shi'atuka yawm al-qiyamah radin mardiyin. O Ali, de beste schepselen, dat ben jij en jouw volgelingen, jouw shiiten. Goed, uit deze overlevering en vergelijkbare overleveringen die hij heeft genoteerd in zijn boek, wordt duidelijk dat de profeet tijdens zijn leven, toen hij nog in leven was, naast Imam Ali alayhi salam als de leider van de moslims na hem, officieel ook zijn shiiten heeft bekendgemaakt aan de ummah, aan de moslims. Hij heeft de shiiten van Imam Ali alayhi salam officieel geïntroduceerd. Goed, uit deze ayah en deze overleveringen komen we op een aantal eigenschappen van hun. Zij geloven en verrichten goede daden. Alladhina amanu wa amilu salihat. Ze zijn de beste van de schepselen. Hum khayrul bariyah. Ze zullen zegevieren op de dag des oordeels, staat een van die overleveringen die hij heeft genoteerd. Humul faizuna yawm al-qiyamah. En zij zijn tevreden over Allah en Allah is tevreden over hun. Radiyallahu anhum wa radu anh. Goed, het woord shiit was een begrip waar de moslims bekend mee waren. In Surah As-Saffat, ayah 83, zegt Allah subhanahu wa ta'ala: Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. De moslims hadden deze Koranvers gehoord van de profeet. Een van de shiiten, een van de volgelingen van Nuh alayhi salam, was Ibrahim alayhi salam. Het woord shiit komt terug in de Koran. Ibrahim was de volgeling, was de volger, shiit van Nuh alayhi salam. Shiit betekent letterlijk volger, volgeling. Maar de profeet introduceerde deze woord in zijn leven en gebruikte het voor de volgelingen van zichzelf en Imam Ali alayhi salam en de Ahlul Bayt. Hij introduceerde het woord volgelingen van Ali, shi'at Ali. Of zijn eigen shiiten, de shiit van mijn Ahlul Bayt, de shiit van Imam Ali alayhi salam. Wanneer vandaag het begrip shiit wordt gedefinieerd, dus shiit betekent in de overleveringen de volgelingen van de profeet en de Ahlul Bayt. Wanneer het specifiek wordt gedefinieerd in onze boeken, in onze theologieboeken, zien we dat de volgende definitie is gegeven: degene die geloven dat het recht op de opvolging van profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam exclusief tot de Ahlul Bayt behoort, exclusief tot Imam Ali alayhi salam en zijn nageslacht behoort. Degene die hierin gelooft, die is een shiit. De nadruk is gelegd op geloven. Maar wanneer wij overleveringen over de definitie van shiit zijn bestuderen, zien wij dat de nadruk niet op geloven is gezet, maar op praktiseren en handelen. Op praktiseren. Er zijn twee soorten overleveringen die dit verklaren aan ons. Dat Shiiten degene zijn die praktiseren, die handelen volgens de leer van de Ahlul Bayt. Ze zijn niet zozeer degene die geloven. Geloven is ook een voorwaarde, maar dit is niet genoeg. Daarnaast moet je ook praktiseren volgens de leer die Ahlul Bayt alayhimus salam en die de profeet aan ons hebben geleerd. Goed, er zijn twee soorten overleveringen. In één categorie is uitgelegd wie de Shiiten wel zijn. De Shiiten van de profeet en de Ahlul Bayt. Wie zijn zij wel? En een andere groep overleveringen heeft aan ons geleerd wie de Shiiten van de Ahlul Bayt niet zijn. Dus wie zijn wel Shiït en wie zijn niet Shiït. Goed, wie zijn het wel? In de overlevering van de profeet staat het volgende. Inna shi'atana man shayya'ana. Voorwaar, zeker onze volgelingen zijn degenen die ons achterna lopen. Shayya'a betekent achterna lopen, iemand achterna lopen. Achter iemand aangaan. Inna shi'atana man shayya'ana. Onze Shiiten, onze volgelingen zijn degenen die ons achterna lopen. Ons achterna gaan. Wattaba'a atharana. En onze sporen volgen. Waqtada bi'a'malina. En ze zijn degenen die onze handelingen navolgen. Zij nemen voorbeeld van onze handelingen en proberen die toe te passen in hun leven. Dit is de definitie van Shiït in de woorden van de profeet. Goed, wie zijn geen Shiïten? Imam Sadiq alayhi salam. Goed, er zijn heel veel overleveringen hierover. Ik heb alleen eentje gekozen. Imam Sadiq alayhi salam zegt het volgende. Laysa min shi'atina. Hij behoort niet tot onze Shiiten. Wie? Men qala bilisanihi wa khalafana fi a'malina wa atharina. Degene die in woorden beweert onze Shiït te zijn, maar praktisch gezien in tegenstrijd met ons, in tegenstrijd met onze daden en onze sporen. Goed, zo'n persoon behoort niet tot onze Shiiten. Zo'n persoon kan zich geen Shiit noemen. Shiit zijn betekent dat jij in praktijk handelt volgens de leer van de profeet en de Ahlul Bayt. Dat jij hun in je leven als voorbeeld neemt. Niet alleen dat jij gelooft in hun leiderschap en liefde hebt voor hun en bevriend bent met hun vrienden en vijand bent met hun vijanden. Dit zijn allemaal voorwaarden die nodig zijn, maar die niet genoeg zijn. Je moet ook praktiseren. Zonder te praktiseren kan je niet tot de Shiiten van de Ahlul Bayt behoren.